Onder grote belangstelling is op maandag 14 november... ...in de Creatieve Fabriek in Hengelo het Riewald Dakar Team gepresenteerd. Het team wordt ondersteund door Weversport uit Almelo. Drie Mitsubishi Lancer's en een wedstrijdtruck met Twentse rallyrijders... ...zullen aan werelds zwaarste autorally deelnemen. De rijders nemen bovendien ervaren bijrijders mee... ...die al vaker met dit beltje gehakt hebben. Dat is namelijk ook nodig, want het parcours... Dat tussen de grote oceaan en de Atlantische oceaan ligt, is een landschap dat varieert van bergen tot woestijnen met hoge duinen. Dit zal het uiterste verlangen van zowel mens als machine. De rit begint op 1 januari 2012 in Mar del Plata in Argentinië en via Chili eindigt de rit op 15 januari in Lima in Peru. De mannen hebben zich uiteraard goed voorbereid. Ja, je leeft het hele jaar naartoe, dus uh, dat is eigenlijk de voorbereiding. En voor de rest doe je veel uh, trainen. Dus uh, hè, sportschool, motorbiken en ja, gewoon veel uh, conditioneel. Nou, we zijn uh, fysiek toch vrij hard aan het trainen. Uh, drie keer uh, in de week naar de sportschool en dan nog uh, twee wedstrijden voetbal in de week. Dus het is, wel, uh, ja, het is wel afzien op het moment. Wat verwachten jullie eigenlijk van de rally? Nou, als ik naar mezelf kijk, dan hoop ik... Uh, Binnen de top 25 te kunnen rijden. Het is voor mij toch een heel uh, nieuwe materie. En voor de Mitsubishi's denk ik uh, dat ze allemaal top 3 waardig zijn. Ik denk dat we gaan proberen om in de top 10 te rijden. En wat kan er eigenlijk allemaal zo misgaan? Ja, als je een keer een hele grote sprong maakt of een klapper. En, uh, dan kan het zijn dat je, uh, ja, dat je last krijgt van je nek en van je rug. Daarvoor we een, uh, gaat een Giropractor mee. Die, uh, die verzorgt uh, de mens zeg maar, na de, de dag. Ik denk, zo die auto's ontworpen zijn vandaag de dag, kijk, 20 jaar geleden, toen zat het allemaal heel anders in elkaar, maar ook met de reglementen. Ze zijn nu zo veilig gemaakt, ja, ik denk dat het best mee zal vallen. Het team is dus goed geprepareerd. Wij prepareren auto's voor, voor klanten en ja, ik ben altijd zelf ook actief geweest als, als rijder, dus ja, dat doen wij als bedrijf.